Misschien hebben jullie het gezien, misschien ook niet. Maar in ieder geval, tijdens mijn 400k livestream had ik gespeeld met Tik, die ik al rank level 30 had gehaald. Maar tijdens die livestream gingen we spelen en in één keer, bam, ging het vet goed. En hebben we gewoon rank level 31 Tik gehaald. Het is mijn hoogste rank ooit. Ik heb nog nooit een rank level 31 gehaald. Dus dat is wel vrij uniek en vrij insane. Maar we gaan vandaag doorspelen. We gaan kijken of ik Tik nog hoger kan pushen. Of ik Tik misschien naar de rank level 32 kan pushen. Dat zou insane al zijn als dat gaat lukken. Ik ben met Eroy en Shadows natuurlijk degene waar ik mee de hele tijd heb gepusht. Dikke shout-out naar hun YouTube linkje zal ik in de beschrijving zetten. Maar als jullie zin hebben in deze push video, smash dat duimpje omhoog. 3222 likes. Geen idee waarom dat getal, maar het zou nice zijn als we dat gaan halen. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en dan dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je mij willen supporten, check natuurlijk bouws.nl voor bouwsarme kleding en gebruik de code bouws. Maar vandaag is wel het grote moment van de waarheid. Gaan we omhoog of gaan we nu naar beneden? Als we nu één potje verliezen, krijgen we volgens mij min 10 trofeeën. En als we een potje winnen, krijgen we plus 5 trofeeën. Dus we krijgen veel meer in de min dan dat we anders in de plus zouden krijgen. En we komen meteen tegen een team met een soort gelijk aantal knokkers. Dus ik denk dat dit wel een spannend potje gaat worden. Het enige verschil is, ze hebben zeg maar een Jean in plaats van een Leon. Dus dat is het enige verschil wat ze nu hebben. Oké, okay, daar zat dus die Tik ook van hun. Is ook goed om te weten. Moet even uitkijken. Die Jean is vooral heel gevaarlijk als hij eenmaal zijn pool heeft. Maar ik denk dat dit team ook wel heel hoog zit. Maar we komen nu natuurlijk alleen maar tegen goede teams. Jongen, we spelen op het allerhoogste niveau Brawl Stars. Hoger dan dit niveau kan je gewoon niet spelen. Dat is gewoon onmogelijk. Want als je rank level 35 wil pushen, dan speel je ook op dit niveau. Oké, moet hier nu even uitkijken, maar hun moet ook uitkijken. Ah, we staan net achter qua damage doen. We staan net achter, dus wij moeten nog wat hits doen. Wij moeten nog wat hits doen. Oh, Eroy wordt gepoeld. Eroy wordt gepoeld. Oké, maar we kunnen ze misschien alsnog hebben. Ah, oké, ik heb toch nog een kill. Ik zal hier even mijn bom neergooien. En misschien dat we die Tik kunnen hebben. Oh, ik ben helaas wel dood. No! Shit, ik had niet door hoeveel HP ik had. Anders had ik mijn shield net moeten aanzetten. Oh, dat is jammer. Oké, dit is een beetje balen. Dus de volgende twee rondes moeten we gaan winnen. Dan moeten we. Oh, als ik nou mijn shield had aangezet, hadden we nog gewoon kunnen winnen. Maar ik had niet door waar ze die bom nou hadden neergezet. Eroy, die gaat nu ernaartoe. Maar ja, ze hebben hem al door, dus dat is een beetje balen. Die Jean heeft nu zijn pool, dus daar moet ik ook voor uitkijken. Die Jean heeft zijn pool. Ik zal even... Oké, die Jean heeft in ieder geval zijn pool gemist, dus dat scheelt. En ik denk dat we vaak qua damage doen wel voorstaan. Denk ik hoor, maar weet ik niet helemaal zeker. Ik heb nu mijn super, dus dat is ook lekker. Ik ga hem hier gewoon neergooien. Oh nee, Shadows is dood, Shadows is dood. We moeten nu pushen. We moeten nu pushen. We moeten nu pushen. Oh, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Oké, Eroy die probeert de bol daar te killen. Gaat helemaal niet zo heel soepel. Dus dat is een beetje balen. Hij probeert dan... Kijk, ik zal mijn shield inzetten. En oh, no! Oh, eerste gevecht meteen een los. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Oh, we krijgen zelfs min 11. Ik dacht dat we min 10 zouden krijgen. Nee! Het ging hiervoor zo goed met het pushen van Tik. Ai, ai, ai. Maar we geven niet op. We gaan gewoon even doorspelen. Misschien dat het goed gaat komen, hè? Dit was het eerste potje. We hadden hiervoor trouwens één testpotje gedaan. We even knokkers geswitcht. Die hadden we wel gewonnen. Maar oké, okay, we gaan nog even doorstrijden. Misschien dat het goed gaat komen. Misschien wel. Helaas, pindakaas. Eroy kan het nog proberen, maar dit gaat hem sowieso niet meer lukken. Dat kan gewoon niet. Het zou wel heel insane zijn geweest. Maar hoe groot waren deze lui? Ah, dat viel wel mee, man. Dan hebben we weer verloren. No, 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 no. Wel natuurlijk veel trofeeën weer. Gewoon een goed team. Maar ze zaten minder hoog qua trofeeën dan wat wij zaten. Ah, dit is een beetje shit. Oké, okay, we hebben afgesproken dat we nog één of twee potjes gaan proberen. En anders hebben we gewoon pech gehad. Het nadeel is dat zeg maar Eroy niet heel veel hier kan met Leon. Omdat hij gewoon niet heel veel range heeft. En dat is wel een klein nadeel voor hem. Op zich is zo'n meneer P wel chill om tegen te spelen. Dus dat is wel nice. Ja, want kijk, bijvoorbeeld die Pipey, die had net echt range. En oh, die Mortis, die gaat nu zijn jump nemen. Oké, okay, nice, die hebben we nu al. Oké, okay, top, 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 top. Nu kunnen we gewoon op afstand spelen. Dan kunnen we dit potje misschien toch nog even winnen. Het zou mooi zijn als we in ieder geval nog even een paar wins kunnen halen. Oh, we moeten hier even uitkijken voor meneer P. Maar hij moet nog meer uitkijken voor ons eigenlijk. Ik moet in ieder geval zorgen dat ik niet dood ga. Want dat zou echt stom zijn. Want dat is totaal niet nodig.
Maar ja, het is wel chill als je zo'n ronde gewoon meteen binnen hebt. En oh, nu is het al helemaal lekker. Nice, die Tik is de enige die nog leeft. Maar nu niet meer, nu niet meer. En Eroy heeft ze super, dus deze gaat wel goed komen deze ronde. Dat kan haast niet anders. Oké, we moeten eigenlijk even die super van die Tik kapot maken. Want die is echt heel irritant. Ja, top, dat is ook goed gegaan. En dan ga ik hier nu even mijn bom neerzetten. En ondertussen is die Tik al dood. Maar onze Leon is helaas ook dood. We moeten wel echt enorm uitkijken voor die Mortis. Want die is echt een levensgevaarlijk. Die is echt heel gevaarlijk als hij naar ons toe komt. Dus daar moeten we echt heel erg voor uitkijken. Maar aan de andere kant, eigenlijk als wij samen goed spelen, dan kan die ook niet zo heel veel. Dus kijk, we moeten gewoon zorgen dat we verdedigen en zorgen dat we die bommen hier blijven neergooien. En dan kan het in principe niet verkeerd gaan. En Shadows heeft ook nog super. Ja, hij moet zo meteen erin komen. Anders gaat het er niet meer goed komen. Ik zal hier nog mijn bom neerzetten. Oh, dat is niet eens nodig. En nu kunnen ze eigenlijk niet zoveel meer. Oké, ik zal hier mijn bom neerzetten. En nu... Oh, dit gaat nog maar net goed. Oké, maar die boys kan nu niks meer. En die meneer P is niet dood. Oh, ik dacht even. Maar we hebben gewonnen! Let's go! Nice. Toch even een potje die we hebben gewonnen. En het hoogste team waar we tegen moesten, die winnen we dan juist vervolgens. Lol. Deze 36.000. Hé, hey, die zit gewoon in een Bows Army. Hoe dan? Hoe kunnen wij als Bows Army tegen andere Bows Army? Oesman en AJ. Ja, ik wou net zeggen, zijn naam kwam me heel bekend voor. Ze zaten gewoon allemaal in de Bows Army. Alleen deze niet. Ik zal even zeggen GG. Tik, Belle, Jean. Oké, dit is dus wel weer een lastig teampje, denk ik zo. Twee afstandknokkers. Nou, wij zijn natuurlijk ook afstandknokkers. Maar op zich vind ik dit niet zo heel vervelend. Want tegen die Jean en Belle kan ik al redelijk pushen. Kijk, want die Jean die moet nu al helemaal in de defense. Die zit daar nu zo en die kunnen we nu al killen. Nice, we staan nu al voor. We staan nu al voor. Ondertussen komt hier denk ik een bom uit. Denk ik. Waar is die bom? Oh, die is nu weg, denk ik. Ik denk dat Eroy hem al kapot heeft gemaakt. Oké, ik moet hier even weglopen van Shadows, want anders hitten we elkaar. Dat is ook niet zo handig. Daar moeten we natuurlijk vooruit kijken met Belle. Ja, oh nice, nice, nice. Nu is die Belle ook dood. Ja, nice. We kunnen het nog wel. We kunnen het nog wel. Die eerste twee potjes moesten we gewoon even inkomen. Daar hou ik het dan gewoon op. Oké, zolang die Genos nu niet kan poelen, is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Nee, dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Oké, hij heeft daar dus een trap neergezet. Ja, dat kan hij eigenlijk. Ja, zoveel maakt dat ook niet uit. Eroy die wil nu gaan pushen, onzichtbaar. En dat doet hij op zich dik prima. Oké, ik gooi even mijn super. Ik moet even uitkijken. En oké, dat was een beetje zonde. Eigenlijk moet je pas je super ingooien. Op het moment dat je zeker weet dat je iemand kan raken. Maar dat was nu niet zo heel tactisch. Shadows, die moet ook oppassen. Dit potje gaat wel iets minder lekker tot nu toe. We worden nu zelf een beetje teruggepusht. En we hebben ook minder schade gedaan. Dus we moeten nog wat hits doen. We doen wel wat schade terug. Het scheelt trouwens niet heel veel. Als we een paar hits doen, dan kan het ook al zo weer omgedraaid zijn. Dus het kan ook zo weer goed komen. Ik heb... Ja. Kijk, dit bedoel ik dus. We hebben nu weer extra damage gedaan. En Shadows moet levend blijven. En die blijft levend. Haha, nice. Oeh, dat scheelde niet heel veel. Dit potje hebben we ook gewonnen. Natuurlijk weer tegen goede spelers. Maar het nadeel is nu, elk potje die we verliezen, daarvoor moeten we meer dan twee potjes weer winnen. Dus we hebben nu twee potjes gewonnen, twee potjes verloren. En alsnog staan we min 12 qua trofee dan waar we mee begonnen. En ik ben nu gewoon al 15 minuten aan het opnemen. Dus... Twee keer gewonnen, twee keer gelijk, min 12 in 15 minuten opnemen. Dat gaat zo belachelijk lang duren. En nu zitten we nog niet eens in de buurt van de rank level 35. Dus moet je nagaan. Maar we gaan nog niet opgeven. Doe nog even een paar potjes. Kijken hoe dat gaat. Piper, Tik, Sprout weer. Dat is een beetje hetzelfde soort combinatie dan wat we net ook tegen ons kregen. Dus op zich is dat wel prima. Want volgens mij hadden we daar net van gewonnen. Volgens mij wel. Moet hij wel even uitkijken voor die Sprout. Die begint wel redelijk te pushen. Oeh... Ja, dit is wel op zich wel redelijk gevaarlijk. Ik ga hier even gewoon mijn super gooien. Ja, ik kan die Sprout op die manier natuurlijk makkelijk verdedigen. Maar ik heb die Sprout wel redelijk goed teruggepoest. We hebben sowieso meer damage gedaan. Oh, dat scheelde niks. Ah, dan moet ik echt vooruit kijken. Dat is echt het nadeel van die Piper. Jongen, één zo'n hit en ik kan gewoon al bijna dood zijn. Ja, dus ik moet daar wel echt heel erg voor oppassen. Maar hier doe ik wel redelijk wat damage. We staan nu voor qua damage en ik blijf hier gewoon gooien. En dan komt het in principe wel goed, denk ik. Ja, en die Piper kan nu denk ik hier ook niet zoveel. Ik moet hier even uitkijken. Even hier mijn shield. En ik ga hier niet heel lekker. Oké, maar we gaan alsnog prima. Ik ga even jumpen.
En dan kunnen we hier... Oh, oké, nice. We hebben gewonnen. De eerste ronde is voor ons. Het is weer spannend. Ik moet dus enorm uitkijken voor die Piper. Want die Piper die doet zo belachelijk veel damage. Die kan me bijna in one shot hebben als hij dat goed doet. Oké, dat was achteraf niet nodig geweest. Maar oké, ik heb in ieder geval voor gezorgd dat hij niet door kan pushen. Die Sprout en... Oh, no. Oké, hopelijk kan Heroi nog die Sprout killen. Ja, dat gebeurt ook. Oh, shit, dit is een beetje balen. Maar die tik... Ja, nice, die hebben ze nu ook. Oké, dan is alleen die Piper nu nog. Dat moet eigenlijk wel goed komen. Dan moeten ze dit gewoon overleven en dan hebben ze gewoon gewonnen. Die Piper die zit daar ook helemaal opgesloten in een hoekje. Dus dit komt wel goed. En nu al helemaal. Ja, nice. Oké, top. Nu 3 potjes achter elkaar gewonnen. Kijk, dit lijkt er weer op. En ook gewoon tegen allemaal goede spelers. Hoe hoog staat deze qua trofee-aantal? Je zal er nu natuurlijk 900 plus. Dus op zich wel redelijk wat. Maar we hebben wel gewoon gewonnen. Dus dat is nice. Oké, we gaan nog door. Ik denk dat de meesten van jullie dit niet hadden verwacht. Maar ik zelf had dit ook niet verwacht. We zitten ondertussen bijna op rank level 32. Bro, dit is insane. We hebben in totaal volgens mij nu 22 potjes gedaan. Daarvan hebben we maar 4 potjes verloren. Dus we hebben in totaal dan 18 potjes gewonnen, 4 verloren. En we zijn nu bijna 50 trofeeën omhoog gegaan. Het was echt niet normaal veel werk. Maar we gaan nu als een raket. We moeten ook tegen enorm goede spelers. Jongen, check dit dan wat de trofeeën en wat de goede spelers allemaal. En we kwamen ook wel wat clubgenoten en oude clubgenoten tegen. Ik denk dat we 2 of 3 potjes ook gegund kregen. Maar heel veel potjes hebben we ook gewoon goed moeten spelen. Bijvoorbeeld Code Bouws moesten we tegen. Die had ons gesnipt. We hadden hieronder ook nog teams die hadden gesnipt. Ik weet niet meer precies welke team. Ja, Mila Killjoe, die was ook. En volgens mij de team hiervoor ook. In ieder geval een paar teams die hadden ons wel een beetje geholpen. Maar de meeste potjes hebben gewoon ziek goed zelf gespeeld. Oh ja, hier. AJX Mortis, die had ook geholpen met zijn team. Dus een thanks daarvoor. Maar we gaan nu nog een potje spelen. En als we nog 1 win hadden, heb ik rank level 32 tik gehad. En Heroi heeft al rank level 32 Leon nu. Die had 2 trofeeën meer, dus die heeft mazzel. Dus we moeten nog 1 potje winnen. En we hebben mijn eerste rank level 32 ooit gehad. En daarna is het trouwens best geweest. Want dan ga ik ook naar voetbaltraining. Want het is momenteel zaterdag. Op zaterdag neem ik dit op. En ik moet ook een voetbaltraining. Dat vind ik ook leuk om te doen. En een beetje beweging is ook goed. Let's go! Team gevonden. Tik Mortis naar de... Oeh, dit is wel een pittig teampje, denk ik. Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Oh, Shadow die gaat die kant op. Dan ga ik hier zo heen. We spreken altijd een beetje af welke lane we gaan. Of we spreken af... Ah, no. Oké, Nani is trouwens wel dood. Dus we staan nog steeds gelijk. Het kan nog goed komen. Dat kan zeer zeker gewoon nog het geval zijn. En hopelijk komt het dan ook goed. Moet hij wel even Heroi helpen. Mocht die Mortis inkomen, dan kan ik natuurlijk altijd mijn gadget nog aanzetten. En ik zou er qua damage nu voor staan. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Als we maar voor staan qua damage doen. En die tik die komt er nu redelijk aan pushen. Die zit daar nu nog in de bosjes. Oh, die is nu bijna dood. Oké, ik moet nu hier even deze aanzetten. En dan even naar Heroi gaan. En... Oké, shit. Oh, dit is zo irritant. Die Mortis, daar kon ik gewoon niet over tegen. Dat is echt de shitste knokker die je tegen kan hebben, Mortis. Heroi heeft trouwens een super, dus voor de volgende ronde is dat wel beter. Shadows, die werd ook meteen gekild door die Mortis. Die had niet verwacht dat die Mortis daar blijkbaar zat. Nou ja, oké. Dan hebben we nu nog 2 rondes de tijd. En het wil niet zeggen dat we dit potje gegarandeerd gaan verliezen. Dus het kan ook nog goed komen, hoor. Dat weten we natuurlijk nog niet, dat het helemaal gaat mislukken. Hier even hit. Hier zit die Mortis weer. En... Zal hier even deze inzetten. En dan moeten we hier wel uitkijken. Ah, no! Shit! Oh, dit is zo zonde, man. Ai. Nu moeten we weer 3 potjes winnen. Willen we dit weer goed maken. Ai. We waren zo dichtbij. Echt, al die potjes hiervoor gingen goed. Ik heb het laten zien. En nu moeten we 5 minuten per ronde wachten. Oké, nou, ik doe de camera weer even uit. Maar ik weet niet of het nog gaat lukken. Ja, we hebben nu weer 3 wins nodig. Ik wens jullie zo meteen. Nou, we zijn ondertussen weer 2 potjes verder. We hebben weer eentje gewonnen. Dus dat was wel nice. Er kwam ook nog RD Iggy die ook wel weer gunnen. Dus dat was nice. Potje na weer verloren. Maar hiervoor speelden we zo goed. 1 potje verwijderd van de rank level 32. Maar ja, nu hebben we weer 4 potjes nodig. Ik laat het bij. We hebben echt ziek lang al gespeeld. Ik vind het voor vandaag best geweest. Maar in ieder geval nice dat we nog gewoon voorbij de rank level 31 zijn gegaan. Dat is wel echt heel ziek. Ik had niet verwacht dat het überhaupt zou lukken om zo ver nog te komen. Maar hey, dat was dit voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog.
blog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later buiten. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even, dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding, Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!